Bedrijven die hun productiviteit willen verhogen en hun concurrentiepositie wensen te versterken, kunnen in de SCORE-methode worden getraind. SCORE staat voor Sustaining, Competitive en Responsible Enterprises. Met de toepassing van deze methode zullen de bedrijven in staat zijn om concurrerende goederen en diensten te leveren op zowel de lokale als de internationale markt. Het initiatief voor het toepassen van de SCORE-methode komt van de Competitiveness Unit Suriname, KUS, van het ministerie van HI en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Het gaat om een pilotproject waar ook de International Labour Organization, ILO, een bijdrage aan levert. In dit verband heeft een ILO-delegatie vandaag met de HI-minister, Sigelien Burleson, en functionarissen van het ministerie een onderhoud gehad. Tijdens deze missie is er informatie verzameld voor het formuleren van een projectplan, inclusief criteria voor bedrijven die belangstelling hebben voor deelname aan het pilotproject SCORE. Verder is er gekeken naar financieringsopties voor de mogelijke start van de eerste fase in het begin van 2017.